Nou, Dolf en Rita Koonstam, heel erg bedankt dat jullie ons willen ontvangen voor een interview. Zoals ik heb gezegd, het ADNG geeft een reeks boeken uit met grondleggers van de pedagogiek, onderwijskunde en de psychologie. En daarbij doen we een zogeheten oral history project, waarin 20 emeriti hoogleraar psychologie terugblikken op hun carrière. De serie is zeg maar een beetje bedoeld voor het vergroten van het historisch bewustzijn van een jongere generatie psychologen. Jullie interviewen bewust als echtpaar. En als eerste zouden jullie allebei iets kort kunnen vertellen over het milieu waarin jullie grootgebracht zijn. En aansluitend ook waarom jullie besloten hebben om psychologie te gaan studeren. En ik wou Rita als eerste het woord geven. Ik kom uit een gereformeerd gezin. Ik ben de eerste van mijn gezin die ging studeren. Maar ook de eerste van de familie die niet naar de VU ging. Alle neefjes en nichtjes gingen naar de VU. Daar heeft mijn vader ook wel het een en ander over moeten horen. Dat ik naar de toen nog gemeente universiteit in Amsterdam ging. En uit natuurlijk verderfelijke Amsterdam. Want je bent geboren in Den Haag. In Den Haag, ja. En ik ging naar Amsterdam omdat ik in een soort puberaal enthousiasme wilde ik oorlogscorrespondent worden. Om het vreselijke van de oorlog aan de kaak te kunnen stellen. En was natuurlijk het eigenlijk had ik naar de KMA gewild. Want dacht, dan moet je natuurlijk in het militaire bolwerk beginnen. Ja. Maar daar werden toen nog geen meisjes toegelaten. Ja. Dus ging ik naar Amsterdam, waar de enige opleiding journalistiek was. De school voor journalistiek bestond toen nog niet. Ja. En ging ik politicologie studeren. En wanneer was dat? In welk jaar? In 1955. Dat was een hele interessante studie. Heb ik veel geleerd, maar ik heb heel weinig gestudeerd, want het was heel zwaar. Daar studeerde ook in die tijd bijna niemand af. Ja. Dat heette toen de PSF. Ah, ja, de zevende faculteit, ja, de rode faculteit. Ja. Hij was opgericht vlak na de oorlog in het soort idealisme van allerlei vakken bij elkaar te brengen. Dus je kreeg inderdaad politicologie, maar ook economie, sociologie, geschiedenis. En dat was natuurlijk allemaal heel, heel interessant. Dus de colleges, daar heb ik echt heel veel van geleerd. Ah. Zo, en er waren allemaal grote namen, zoals Presser, hè, de colleges van Presser. Nou, daar heb ik nog beelden van. Maar van studeren kwam niet zoveel eigenlijk. En bovendien leerde ik Dolf kennen. En nou, toen zijn we al vrij gauw getrouwd. En dat was in die tijd heerlijk, want dan kon je met studeren stoppen. Dat was heel gewoon. Ja, was je binnen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar Dolf studeerde nog, of die was eigenlijk pas net begonnen. Ja. Maar je gaf je studie politicologie met liefde, want ik vond dat dit veel leuker. En kijk, en Dolf, maar dat moet hij zelf maar vertellen, die had eigenlijk ook nog niks gedaan. Die had ook het studentenleven gedaan, zou ik maar zeggen. Ah. Dus die begon toen te studeren en dat ging op den duur een beetje wrikken, want ik had niks te doen en Dolf moest studeren. Ja. Dus toen op een middag tijdens het afdrogen van de bordjes van de lunch, zei Dolf, ga alsjeblieft weer studeren, want ik word gek van je. Ah, en toen, dat kan jij niet meer herinneren? Kan ik. Of dat heb je verdrongen? Ja. En nou, toen was het dus, wat zal ik gaan studeren? En eigenlijk wilde ik dan heel graag geschiedenis, maar ik heb HBS. Ja. En dat kon niet. Oh, in die tijd was het verplicht om gymnasium te studeren. Ja. Maar wel psychologie, en Dolf was wel leuk bezig. Dus ik dacht, laat maar geen. Ja, dat had ik ook maar psychologie. Ja. Maar dan niet aan de Universiteit van Dolf. Maar toen ben ik naar de VU gegaan. Bij Waterink bijvoorbeeld. Ja, dat was het eerste jaar was nog Waterink. Ja. Ja. En daarna kwam dus de grote omslag. Kwamen al die jonge
medewerkers aan de macht. En werd Watering een beetje weggeduwd. En toen werd dat ook aanvankelijk heel zwaar. Ik weet dat ik op een gegeven moment met een andere student samen ben gaan klagen bij Pieter Drent. Want dat al die jonge honden die kwamen opeens met hun vak, waren naar Amerika geweest, hè, Sipke Fokma, Pieter Drent, die kwamen dus terug met hele andere ideeën. En dat was wel heel interessant, maar dat maakte het ook wel topzwaar, studie. Dus toen zijn we gaan klagen, hebben ze ook wel naar geluisterd. Daar ben ik dus afgestudeerd. En inmiddels kregen we kinderen en toen ging het zaakje rollen. Daar zullen we zo over verder gaan, hoe het zaakje verder ging rollen. Dolf, kan jij kort iets zeggen over het milieu waarin je grootgebracht bent en wat jou ertoe bracht dat je psychologie bent gaan studeren? Ja, mijn vader als oudste zoon van mijn grootvader, Philip Constam, moest natuurlijk gaan studeren. Hij heeft chemie gestudeerd, hier in Amsterdam ook. Ik was voor in mijn laatste schooljaar was ik op school in Rotterdam, het Montessori Lyceum in Rotterdam. Ik heb van mijn vierde jaar tot mijn achttiende op Montessori scholen gezeten. Mijn moeder was een van de eerste Montessori-kleuterleidsters in Nederland. En het milieu van mijn vader of als kind is natuurlijk was gekoppeld aan het leven van mijn grootouders. Eerst hier in Amsterdam en later op de Veluwe. En het was vanzelfsprekend dat ik zou gaan studeren. Mijn oudste broer studeerde op dat moment al in Delft. En ik wilde, ik was vanaf mijn 16e tot mijn 18e, ik noem het een puberteitsgeloof, maar ik was heel gelovig. Religieus, ja. Dus Nederlands hervormd. Dus niet gereformeerd zoals Rita, maar Nederlands hervormd. En ik wilde dominee worden. Ging u van huis uit ook naar de kerk? Of van huis uit eigenlijk niet. Nee. Maar, met Kerstmis, denk ik. Ja, maar later in mijn middelbare schooltijd wel, althans in die laatste jaren van mijn middelbare schooltijd. Ik woonde toen bij vrienden van mijn ouders in Wassenaar. Daar woonde ik in huis en mijn oudste broer ook. En dan reden we met het treintje wat er toen nog reed tussen Scheveningen en Rotterdam Hofplein. Dat heette het Hofpleinlijntje. Daar reden we met allemaal kinderen van mijn leeftijd uit plaatsjes uit Den Haag en plaatsen in de omgeving, zoals Voorburg en Pijnakker, reden we met dat treintje naar het station Hofplein in Rotterdam om daar naar het Montessori Lyceum te kunnen gaan. Want toen was er in Den Haag nog geen Montessori Lyceum. Maar je ging niet naar de kerk? Nee, we gingen niet naar de kerk. Ik soms met ouders van Mama, En wat maakte dat je geen dominee maar dat je biologie ging studeren? Ik had het op school voor mijn eindexamen heel zwaar gehad. Want ik had, zoals ook op mijn Montessori Lyceum hoort, veel meer aandacht gehad voor andere dingen. Dus ik had het vreselijk zwaar met Grieks en Latijn. En met trouwens alle vakken, ook wiskunde en zo. Maar ik had het speciaal dus met het Grieks toch wel moeilijk gehad. En toen kwam ik hier dus om theologie te gaan studeren.
heb me de boeken die ik daarvoor moest kopen, heb ik gekocht. Op de UvA of op de VU? Aan de gemeenteuniversiteit. Aan de gemeenteuniversiteit, oké. Ja. 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 En op een goede dag zat ik met de Hebreeuwse Bijbel voor me. En toen dacht ik, ja zeg, ik heb dat Grieks net achter de rug. Nou ook nog dat Hebreeuws en de hele grammatica daarvan moeten gaan leren. Ik dacht, nee, dat trek ik niet zoals je tegenwoordig zegt. Toen kende we dat werkwoord nog niet, maar althans, nee, niet in die betekenis. Nee. En toen begon ik ernstig te twijfelen of ik wel daar verstandig aan gedaan had. Ja. Maar je viel ook van je geloof. Nou, het was niet alleen praktisch. Nee, ook wel. Ik kwam hier in een dispuut terecht, waaronder dat van Jan Elshout. Oh, jullie hebben bij elkaar een dispuut gezet? Ja, hetzelfde dispuut Homerus. Waar Jan Elshout, Griekse Fritse Bolkestein, ja. Ja, Homerus, ja. Ja. En dat zat vol met atheïsten, dat dispuut. Dus daar had ik, dat was moeilijk om me daar staande te houden. Ofschoon er was één dispuutgenoot van me die ook theologie studeerde, Bonne. Oh ja. Bonne ten Katerme, geen psycholoog. En overigens, dat dispute, die hoorde dus tot het Amsterdams studentenkorps. Ja. Hè? En daar waren in mijn eerste jaar, en dat van Bonne ten Katen, waren er helemaal geen studenten die psychologie studeerden. Psychologen werden in die tijd geen lid van het korps. Dat paste niet bij elkaar. Maar ja, Jan Elshout was wel lid van dat korps geworden. En het was een dispuut van mensen die, heel veel van hen hadden hier op het Barlees gymnasium gezeten. Ja, ja. En wisten en konden door die school eindeloos veel meer dan ik, met mijn achtergrond van dat Montessori Lyceum. En ik was meteen in dat gezelschap opgenomen en reuze geïmponeerd door wat die lui al gepresteerd hadden en konden. Bijvoorbeeld zat er in Wim Klooster, dat is nu een emeritus hoogleraar, een Nederlandse taalkunde hier van de Universiteit van Amsterdam. Maar toen was dat een student. En had de Reina Geerling Prinsenprijs gekregen voor een novelle die hij had gepubliceerd. Nou ja. Die ook Moelis, geloof ik, gewonnen heeft, onder andere. Ja. Ja. Zoiets wilde ik ook wel. Ja. He, dat was aantrekkelijker. Dus de discussies in dat dispuut en waar men zich voor interesseerde. Jan Elshout, die stond dat die hele stukken uit Lettre et le Néant van Sartre uit zijn hoofd kon citeren. Nou, dat was voor mij natuurlijk, ja, dat is een leven, een wereld, dat zou ik graag bij willen horen, maar dat... Dat lukt niet als dominee. Nee. Hoorde ik u ook een beetje ondergronds kritiek leveren op het Montessori-onderwijs? Nee hoor, u daarin? Ik heb er zelf niet veel geleerd, maar ik heb een heerlijke schooltijd gehad. Ja. En dat was voor mijn welzijn in die tijd, niet thuiswonend. En trouwens, ja. Maar stimuleerde Jan Elshout jou bijvoorbeeld ook om psychologie te gaan studeren? Of? Nee, die psychologie kwam daar eigenlijk in onze gesprekken nooit ter sprake. En ook in het dispuut leefde dat helemaal niet. Maar hij was toch een imponerende figuur voor mij. Juist door zijn verstand en zijn belezenheid. Ik zag erg tegen hem op. En dus dat heeft wel een rol gespeeld, dat hij toch ook maar psychologie deed. Terwijl in dat korps ik vrijwel niemand tegenkwam die psychologie studeerde, ook niet van de oudere jaars. Ah. En dat,
ook, dat hoorde ook eigenlijk niet in dat. Maar goed. Waarom hoorde dat niet? Wat wrong er tussen psycholoog en het studentenkoor? Nou ja, het studentenkoor, dat is nu nog wel hoor, is natuurlijk erg extravert en op. Ja, meer op meer op feesten en op. Ja, ik weet het eigenlijk niet waarom. In jouw dispuut zat ook verder helemaal geen psycholoog. Ja, maar ik denk, psychologie was een betrekkelijk nieuwe studie. Ja. En het koor, daar zaten de gevestigde studies. Dus als je zo'n nieuwe studie koos, dan was je toch een beetje anders. Ja. Ja. En dan zat je niet in het vanzelfsprekende flow naar het koor. En jullie kennen elkaar, neem ik aan, ook van. Ja, we hebben elkaar eigenlijk aan dat koor te danken. Want in mijn dispuut, Homerus, was met allerlei verbindingen met Rita's dispuut, Arctos, geëngageerd. Er waren allerlei vriendschappen tussen leden van Homerus en leden van moet je dat zeggen? Leden? Ja, dat kan je ook zeggen. Ja. Leden van het dispuut van Rita Arctos. Dus er waren veel verbindingen over en weer. En ook wel de positie van Homerus in het koor en van Arctos in de AWSV, want dat was toen nog gescheiden hoor. Ja, ja. Twee corpora, zeg maar. Ja. Alle twee die disputen waren een beetje anders dan de klassieke disputen in het koor. Dus een beetje meer kunstminnend en een beetje alternatief en een beetje creatief en een beetje. Filosofie, Sartre. Ja, precies. Ja. Dat trok wel naar elkaar toe. En er waren dus allerlei. Nou, vriendschappen, zeg jij, ze gingen met elkaar, zeg maar, een heleboel. Ja. Maar Dolf en ik niet hoor. Maar, ze vreeën met elkaar. Ja, ze vreeën ook met elkaar, maar ze gingen ook met elkaar. Ze hoorden bij, waren allemaal stelletjes. Ja. En dat was ook al een beetje anders dan in het koor, toch wel. Hoewel, dat is nou ook een ander interview. Nee, maar ook dat dispuut van mij, dat leefde in de marge van het koor. Hè? Bijvoorbeeld dingen als de groentijd, met al dat geweld wat er toen nog was in de groentijd, daar stonden wij niet achter. Hè? Dat was dat hoorde je niet te doen. En de belangstellingen lagen anders, inderdaad op toneel en op literatuur gericht. Ja. Maar we hebben elkaar eigenlijk pas leren kennen in het lustrumjaar van het koor. Ja. In die tijd, ik weet niet of dat nu nog is, maar was er altijd een heel groot toneel performance. En dat was Boris Godunov. En Dolf was daar de organisator, de producent, zeg maar. Ah, ja. Die zorgde voor alles. En ik deed daarin mee. Ja. En we kenden elkaar natuurlijk wel. Maar toen is het gebeurd. De vonk over. En in welk jaar was dat? Het Lustrumfeest? 57. Oké. Okay. En ze hebben in 58 getrouwd. Binnen een jaar zijn jullie. Eerst verloofd, mocht. Althans, ik niet trouwen, als ik niet eerst fatsoenlijk was voor jou. Ja. Dus, En toen ben jij dus tijdelijk gestopt met je studie. Ja. Jij bent verder. Nog even, ik deed dus in het begin eventjes theologie. Ja. Ja. Maar ben daar al met kerstmis mee opgehouden mijn eerste jaar. Zat toen al druk in dat dispuutsleven. Maar ook was er ik herinner me dat. Mijn oom Idenburg, die was hier ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de pedagogiek en onderwijskunde.
En die heeft een keer tegen me gezegd, als jij mensen wilt helpen, dan kan je beter psychologie gaan doen dan theologie blijven studeren. En dat was wel, want kijk, de meeste, heel veel psychologie studenten komen toch nog steeds met de gedachte aan dat ze mensen willen helpen. Hè. Dus, of zichzelf beter willen leren kennen. Ja, ja. En dat was met mij, met die... want aanvankelijk wilde ik dus dominee worden. Ja, toen ja, ik, en ja. Daarom moest ik theologie gaan studeren. Ja. Maar vooral ook, denk ik, de pastorale kant. Ja. De pastorale kant. Maar leefde er in die tijd ook het idee van dat psychologen misschien de taken van de dominees over zouden gaan nemen? Waar Kouwen bijvoorbeeld in zijn leden over heeft. Dat leefde toen nog niet, geloof ik. Het was wel, men zag het wel gebeuren. Ja. Maar dat had ik nog niet zo in de gaten. Nee, nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik met mijn grootvader op de achtergrond, die natuurlijk erg, die zowel de psychologie die was pedagoog, maar hij was heel sterk, heel erg gelovig, christelijk en bedreef zijn psychologie en zijn pedagogiek ook heel sterk vanuit dat geloof. Daar getuigen ook al zijn boeken van. En ik had die boeken van hem natuurlijk ook wel in mijn kast staan. Ik heb er ook zowel de psychologie, maar ook zijn achtergrond daarin gelezen. En was door die verzameling boeken en wat ik daarin las, was ik natuurlijk beïnvloed ook in die keuze. Van, dan las je bijvoorbeeld William James. Althans over hem, hè? Dus want dat niet James zelf heb ik toen nooit gelezen. Maar de Duitse psychologie, en de Duitse die in de boeken van mijn grootvader veel, en die ik ook in de kasten in zijn huis in Ermelo op de Veluwe natuurlijk had zien staan en voor een deel ook had meegenomen. Mm-hmm. En met name de psychologie van meneer Kunkel. Frits Kunkel. Ja. Was, die had ik in mijn puberteitsjaren daarvoor ook al gelezen. Voor een, wat mij daar bijzonder aan boeide, was de, in die boeken en bij Kunkel ook, was de theorie van Adler. De Nederlandse psychologie was helemaal Duits georiënteerd in die jaren. Dat het Engels en Amerikaans georiënteerd zijn, is pas veel later gekomen. En later toen, waar Rita net over vertelde, die jonge honden van de Vrije Universiteit naar Amerika gingen en terugkwamen met allemaal Amerikaanse boeken. En vooral qua methodologie. En ook behaviorisme. En behaviorisme. En dat was natuurlijk ook aan de gemeente universiteit. Ja, AD de Groot die heeft natuurlijk ook een enorme invloed gehad. Dus dat is pas grondslag, maar het was inderdaad allemaal heel Duits. Heel Duits in het begin. Ja. Want van wie heb je onder andere les gehad? Hier in Amsterdam? Ja. Aan wie je nog echt speciale herinneringen hebt? Nou ja, Adriaan de Groot zelf. Rita Fuik. Ja. Karel van Pareren, daar, daar ben ik me heel snel, ik geloof toen wij getrouwd waren, was ik al studentassistent bij, of kandidaatsassistent zelfs, bij Karel van Pareren. Dat was een deel van het inkomen waar wij op konden gaan samenwonen, of waarop ik kon trouwen. Ja, voor een deel kreeg ik ook een maand geld van mijn vader, van mijn ouders. En ik deed cabaret. Ja, Rita speelde cabaret in het Haags studentencabaret van Rinus Ferdinandus. De Vrij Nederland redacteur. De hoofdredacteur van Vrij Nederland, ja. Ah. En dat was ook een belangrijke bron van inkomsten voor ons. Hm. Ja. Ah. Ah. En jullie zijn toch allebei voor de richting ontwikkelingspsychologie, kinderpsychologie? Ja, dat kwam pas later. Ja. Dat kwam pas later, dat kwam bij mij In mijn kandidaatsperiode bij Van Pareren, waar ik toen kandidaatstudent van was.
En dat kwam met de keuze van mijn scriptiewerk voor Rita Vuyck. Rita Vuyck was natuurlijk lector in de ontwikkelingspsychologie. Ja. En toen moest ik zelf een keuze maken voor een scriptie. Wat later ook dus het doctoraal scriptie, wat later is uitgegroeid tot mijn proefschrift. Maar toen was ik al uit Amsterdam weg in Utrecht terechtgekomen. Maar in dat begin waren het behalve dus die mensen die ik net noemde, dan was er ook nog Westerman Holstein, dat was een psychoanalyticus hier uit Amsterdam. Maar daar kregen we, ik weet niet meer hoe die colleges heten, maar dat was... Het was natuurlijk, Freudiaanse theorie. Geen praktijk, maar theorie. Even kijken, wie waren er nog meer? Nou, heb je Duiker al genoemd? Duiker natuurlijk, ja. Duiker was natuurlijk de grote man naast... en dan had je de Groot voor de methodologie en zo. Maar Duiker was meer de filosoof. Duiker was toch degene die de afbakeningen tussen de verschillende deeldisciplines maakte. Ja. Eindeloos veel colleges in die, ook in dat jaar van dat wij samen zijn gaan wonen, over Merleau-Ponty. Ja. En daar begreep ik niets van, maar hij praatte rustig door en er waren meer studenten die er niks van begrepen, hoor. Fenomenologie dus eigenlijk. Ja, de Franse fenomenologie, ja. Wat was dat Barendrecht er al in die tijd? Barendrecht was er wel, maar ik kan me niet herinneren dat ik toen colleges van hem had. Maar het was natuurlijk wel in zijn manier van psychologie bedrijven een heel interessante figuur, waar we dus wel... Het grappige is, dat heb ik me kort geleden pas bedacht, en ik kan me nog niet helemaal herinneren of ik het wel goed terugbedacht heb. Maar dat op een goed moment, op een raar moment in mijn studie, heeft Adriaan de Groot, heeft opgeroepen tot een boycott van de colleges van degene van wie wij psychoanalytische psychologie kregen. En de Freudiaanse psychologie. Omdat hij het met zijn achtergrond en doelstellingen helemaal niet mee eens was dat wij daar zoveel uren aan besteden. Terwijl de Groot met zijn Sinterklaasboek toch ook wel een psychoanalytisch werk heeft nagelaten. Maar daar werd helemaal niet aan gerefereerd. Hij gaf in die tijd heel fanatiek... exacte methoden en stond eindeloos sommen op het bord te maken. Ah. En het was het voorwerk voor methodologie eigenlijk wat te doen was. Het boek was nog niet eens klaar. Nee. Ik geloof dat we het op zijn laatst wel in proefdrukken te lezen hebben gekregen. Ik had het ook zeker op mijn lijst staan, op mijn literatuurlijst waar ik tentamens over moest doen. Maar ik vond met mijn achtergrond, wat ik net zei, ook van de Duitse psychologie en filosofische psychologie en inderdaad die fenomenologische kant, vond ik dat hij te radicaal bezig was. En ik kreeg ook aan de stok met hem over bepaalde theses die in dat boek Methodologie verwerkt heeft. Bijvoorbeeld... zijn stelling, als ik iets weet, kan ik iets voorspellen. Als ik iets weet, kan ik iets voorspellen. Als ik niets voorspellen kan, dan weet ik ook niets. En toen was jij, toen heb je eigen antwoord, geloof ik, van dan weet je tenminste dat je niets kunt voorspellen. Ja, ik heb daar tijdens een college ben ik daar tegenin gegaan en tegenvoorbeelden gegeven van dingen die je wel kon weten, maar op grond waarvan je niks voorspellen kon. Bijvoorbeeld, ik zei, als ik een kamer binnenkom en ik zie daar een schilderij op de grond liggen,
dan weet ik meteen dat dat schilderij gevallen is en op de grond liggen omdat er iets, een touwtje is gebroken of iets anders. Maar in ieder geval, ik weet, als ik dat daar zie staan, weet ik dat dat schilderij gevallen is. Maar ik kan op grond daarvan niks voorspellen. Ik kan niet voorspellen dat de andere schilderijen ook op de grond zullen vallen, want die kunnen veel beter bevestigd zijn. Dus dat zei, en dat heb ik een keer in een college als tegenvoorbeeld tegen zijn stelling. En ook wel, ik heb geloof ik ook wel andere voorbeelden gegeven, maar dingen die zo evident waren, die je zo evident wist, maar op grond waarvan je niets kon voorspellen. Ah, hoe reageerde hij erop? Hij is daar boos. Hij werd daar boos over. Ja. Gespeeld boos of echt boos? Nee, ik geloof dat hij echt boos was. Ja. Anders zou ik me dat ook niet zo goed herinneren. Maar was hij misschien indirect? Wat maakte dat jij koos voor de wetenschap? Was dat misschien ook wel? Nou, het was wel een interesse. Gevoed door de grote ook wel? Misschien? Gevoed door mijn lezen van bepaalde psychologen. Ook het werk van mijn grootvader natuurlijk, maar ook dat van Adler. De psychoanalyticus. Adler is was een... Alfred Adler is het. Ja, Alfred Adler. Maar hij was vooral bekend door zijn theorie over het minderwaardigheidscomplex. En over hoe je als kind met bepaalde gebreken geboren, hoe je altijd bezig bent om dat te compenseren. En in mijn geval, ik was geboren met klompvoeten, klompvoetjes. Yeah. En dat was een lichamelijk gebrek. Yeah. En dat paste precies in die theorie van Adler. En trouwens, Künkel was ook een leerling van Adler. Dus bij Künkel las ik daar ook over. Bij Künkel was het verschil tussen ichhaft en... Zachtlich. Zachtlich en ichhaft, dat je dingen kon doen... Ja, IGAF, dat was dat je die dingen deed ter meerdere glorie van jezelf. En zaglieg, dan deed je die dingen bijvoorbeeld een klingeleitung. Ja. Dat is een voorbeeld van Künkel. Of van Adler zelf, nee, ik denk van Künkel. Een klingeleitung aanleggen in je huis als jongen. Hè? Dus ik was erg veel met radio's En leidingen leggen natuurlijk, dat doe je als radiojongen, doe je dat sowieso. Ja. Hè, enorme antennes. Ja. Antennes die je spande tussen de daken van aanpalende huizen of zo over een flinke ruimte, anders kreeg je geen goede ontvangst. Nou ja, een belleiding door een huis leggen, een klingeleiding, dat kon je zachtlieg doen, omdat je dat materieel nu een keer je interesseerde. Ja. En omdat dat een product was waar je iets mee kon doen. Maar je kon het ook doen om geprezen te worden door je ouders bijvoorbeeld of door anderen. Van, goh, wat heb jij knap die klingelleitung aangelegd. En dat voorbeeld van, of dat zachtlieg, zachtlieg, die tegenstelling heeft mij in mijn jonge jaren, en speciaal dan in mijn puberteitsjaren, erg aangesproken. Want ik begreep eruit dat je de dingen vooral zachtlieg moest doen. En niet moest denken aan de bewondering die je daarmee oogste van andere mensen, en speciaal volwassenen. Ja, ja. En toch ben je vanuit die meer, laat ik zeggen, humanistische psychologie, wel meer naar de onderzoekskant gegaan. Jazeker, ja. Ja. En dat is misschien, je kunnen afvragen waar dat door ging. Ik denk dat dat Van Pareren geweest is. Mijn assistentschap bij Van Pareren had ook allerlei onderzoeken natuurlijk. Ja. En het empirisch ideaal is zodanig dat je de dingen moest onderbouwen en moest kunnen bewijzen wat je beweerde. Ja. Dat regeerde natuurlijk in dat laboratorium, het psychologisch laboratorium hier op de Keizersgracht, heel sterk. Ja. En dat was ook in mijn studie zo sterk dominant dat ik me daardoor ook wel ben aangetrokken gevoeld. Dat je niet zomaar dingen kon blijven beweren zonder een empirische onderbouwing. Ja. Maar ik vond toen
Dus bij die colleges van de Groot, daar vond ik hem te radicaler in. En voor een deel was het was misschien ook dat ik van wat al die formules die op het bord schreef, dat ik die ook niet begreep. Dat ik me daar ook niet bij thuis voelde. Maar het was zo dat toen hij één keer had opgeroepen tot een boycott van onze psychoanalyticus. Ik weet niet meer zeker of het nou Westerman Holstein of nog een ander was. Dat zou ik moeten. Maar dat ik toen in de contramine zijnde bij verschillende van mijn collega-studenten ben gaan oproepen tot een boycott van de colleges van de Groot. Zoals als tegenprestatie. Maar als jullie terugblikken op jullie carrière, jij bent hoogleraar geworden in Leiden. Jij hebt onder andere het populair wetenschappelijke blad Psychologie Magazine mede opgericht. Hoe hebben jullie elkaar in die rollen versterkt? Ja, dan ben je weer een paar jaar verder natuurlijk. Kijk, ja, ik kom even terug op wat Rita zei, dat zij aan de Vrije Universiteit is gaan studeren en niet aan de gemeente universiteit. Ik herinner me dat ik toen tegen haar gezegd heb, psychologie prima, het is een leuk vak, maar je moet het niet aan mijn faculteit komen doen, want ik ben daar assistent, dat wist Riet natuurlijk ook, ik ben er al in dat hele gebouw met al die docenten al zo vertrouwd en ik heb daar bovendien een functie als kandidaatassistent en dan lijkt het net alsof je achter mij aankomt hobbelen. Dat niet een eigen zelfstandige keuze is. Bovendien, ik was ook geïnteresseerd in wat men aan de Vrije Universiteit deed. En ik dacht, ja, dan komt Rita met haar gereformeerde achtergrond ook niet zozeer in conflict. Want bij ons aan de gemeenteuniversiteit was het natuurlijk allemaal atheïstisch eigenlijk. Dat de Groot toen ook nog dat Sint-Nicolaas boek is gaan schrijven met een psychoanalytische achtergrond, dat had ik me op dat moment was ik me daar niet van bewust. Als ik het toen gelezen had, had ik het er waarschijnlijk heel mooi gevonden. Maar weet je, dat is wel, althans dat geldt voor mij, dat heel veel van de dingen die ik gedaan heb en ook gekozen heb, volstrekt uit toeval zijn voortgekomen. Er is dus, nou ja, dat is al het begin van die studie, hè, wat ik net vertelde. Dat was helemaal geen bewuste van, dat wil ik. Ik heb die studie heel leuk gevonden, maar bijvoorbeeld toen ik afgestudeerd was, wat ben ik nou? Ik ben een psycholoog, wat is dat? Daar kan je niks mee. En in welk vakgebied bent u afgestudeerd? Persoonlijkheidspsychologie en sociale psychologie. Dat waren mijn twee hoofdvakken. Maar ook alle andere vakken moest je wel doen natuurlijk. Ik had toen een vriendin die studeerde architectuur en daar was ik ontzettend jaloers op. Dat was concreet. Die zat te tekenen, te schetsen en er kwam een huis ervoor schrijven. En ik. En toen was uiteindelijk het enige wat ik kon bedenken, therapie. Dat is ook concreet. Dan heb je iemand problemen en die los je op en die gaat als een ander mens de deur uit, bij wijze van spreken. Dus toen heb ik die opleiding bij Jos Eckhuis gevolgd. Die was heel eclectisch. Ja. Maar nogmaals, het was natuurlijk geen keuze uit dat wil ik worden of zo. Dat was een beetje bij gebrek aan beter. Maar niet gevoeld om mensen te willen helpen. Ja, ik heb die therapie gedaan en ik heb een tijdje therapie gedaan. Ik geloof dat ik dat goed kon. De mensen waren heel tevreden. Maar ik vond het niet leuk, maar ik vond dat een beetje in je eentje bezig zijn. Ik ben toch meer iets met samen doen met andere mensen. En omdat we kleine kindjes hadden, kon ik niet echt een baan. Dit was natuurlijk heerlijk, kon ik doen gewoon in eigen huis. Dus daar ben ik toen mee opgehouden. Nou, kort en goed ook weer
door volledig toeval heeft iemand mij gevraagd om voor een tijdschrift een artikel te schrijven. We hadden inderdaad een vriend die was heel actief in de emancipatiebeweging van de homo's. En die vroeg mij of ik in het bestuur daarvan, want dat is natuurlijk leuk, een jong moedertje in zo'n bestuur. Van, hè, dat ja. was toen nog, toen, we moesten echt nog voor vechten hoor, ja. voor die homorechten. Nou goed, van daaruit heb ik... Het zat er in het strafrecht in die tijd. Van daaruit heb ik dus een paar artikelen geschreven. Was dat in Vriendschap toevallig? Of van het blad van het COC? Nee. Stichting Dialoog. Stichting Dialoog, maar het was gelieerd aan, aan het COC. Oh, Maar daardoor heb ik... Benno Bremselaar was daar belangrijk in. Maar dat is dus ook toevallig. Ja, Rob vroeg mij en dat deed ik. En dat werd gelezen door iemand die... tijdschriften maakte en die zei, wil je voor mijn tijdschrift ook een artikel schrijven, heb ik gedaan. En toen werd Ouders voor Nu opgericht, heb ik niet gedaan. Toen hebben ze vanuit Ouders voor Nu gevraagd of ik artikelen wilde schrijven. En ja, die gingen over kinderen, dus dan moest ik mij verdiepen in de kinderpsychologie, maar dat had ik helemaal. Dat was aan de VU, was dat De Wit. En daar had ik dat was braaf, maar dat was niet bijzonder. Dus ik heb... Maar dan was je... Dolf, die was ontwikkelingspsycholoog, Ja, maar toch veel meer in de... Ik was heel erg bezig met Piaget, dus dat was toch een ander type ontwikkelingspsychologie. Maar ik moest mij gewoon de basale dingen... Maar zodoende ben ik... Ja, dan uiteindelijk gebombardeerd tot kinderpsycholoog. Maar dat was ik dus helemaal niet. Maar dat komt door Ouders van Nu. Heeft het werk van Waverink hier nog invloed op gehad misschien? Nee, want die heeft natuurlijk heel veel over pedagogiek geschreven. Ja, en sommige dingen van Waverink, want ik heb er natuurlijk wel eens naar gekeken. Ja. Ook omdat Ouders van Nu eigenlijk een opvolging was van het tijdschrift Moeder van Waverink. Want dat is dan zo'n romantisch verhaal. De directeur van Zomer in Keuning had zijn vrouw leren kennen, omdat die werkte bij Moeder. En toen werd Moeder werd opgeheven, maar hij had nog zo'n idee van dat heeft ons samengebracht en daar moeten we toch nog eens een vervolg op bedenken. En dat werd Ouders van Nu. Maar daar was natuurlijk nog wel iets, ja niet die redactie van Ouders van Nu, die had daar niks mee, maar er stonden natuurlijk wel boekjes van Waterink in de kast. En sommige dingen, daar was Waterink toch zijn tijd vooruit hoor. Eigenlijk was hij heel kindgericht. Dacht veel meer vanuit, je moet niet volwassen motieven leggen in een kind. Een kind voelt en denkt heel anders en daar moet je... Daar moet je oog voor hebben. En dus niet te streng zijn. Hij was dus eigenlijk een reformpedagoog. Ja hoor, daar zitten veel... Ja... Ik heb één keer echt een confrontatie met hem gehad... In de tijd van de dialoog van die homobeweging. Want hij vond homoseksualiteit, dat deugde niet. Zonde, dat was ongezond. Ja. Nou, of het nou zonde was, nee... Nee, hij was niet zo van dat. Nee, dat was niet zo. Niet vanuit de christelijke moraal, zeker niet. Ik herinner me één uitspraak van. Er was zo'n. Dat was een boekje en dat heette Stomme Zonde. Johanna Brevoort. Ja. Ja. En dat ging over. Dat ging over onanie. Ja. En dat was dus de stomme zonde. En dat Waterink is de uitspraak. Dat boekje is stom en zondig. En dat tekent hem. Ja. Heeft het in de jaren 30 besproken voor de Spiegel of zoiets? Ja. Stom en zondig. Ja. Dus nee, moet Waterink wel een beetje... Hij heeft heel veel betekend. Ik ben niet opgevoed door Waterink hoor, maar mijn moeder las wel
mijn moeder was wel moeder. Ja. Ja. Hij was natuurlijk ook een soort popularisator van, ja, van de psychologie, als je het goed beschouwt. Ja. 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 Dus eigenlijk is mijn ouders van nu periode veel vormender geweest voor wat die psychologie betreft dan je, psychologie. Ja, ja, ja. Tijdschriftpsychologie. Ja, want dat kwam daarna. Dat kwam daarna, omdat ik bij Zomer in Keuning kreeg ik ook een beetje andere functies naast het hoofdredacteurschap. Een van die dingen was andere tijdschriften binnenhalen. En toen ben ik naar Amerika geweest, omdat daar inmiddels Psychology Today was opgericht. En om te kijken of we daar de rechten van konden kopen. Die hebben we ook gekocht. Ja. Maar voor de Nederlandse markt was er toen nog niet. De oplagen die we konden halen waren niet groot genoeg. Is dit ook in de periode dat jullie Sesamstraat ontdekt hebben? Dat kwam later. Ja, okay. Ja. Maar dat is helemaal doof. Maar nog even terug naar die studie. Want eventjes een kleine terugtocht even. Wij hebben zowel toen ik voor mijn doctoraal al die enorme stapel boeken moest ik echt leren voor dat grote tentamen bij Duiker. En een van de boeken die ik daarvoor op grond van colleges gekozen had en die later Rita in haar studie ook te doen kreeg, dat was Festinger's consonantietheorie. Ik geloof dat het een beetje anders heet. Cognitieve dissonantie. Cognitief dissonantie. Ja. En die recht praten wat krom is in feite. Dat is inderdaad. Wat wij mensen de hele dag doen. Ja. Hebben we het tegelijkertijd. Nee, daar hebben we erg veel over gesproken. Ja. En of hoe we het konden toepassen op ons eigen leven, onze eigen beslissingen en hoe we over die beslissingen dachten. Ja. En toen hebben we, vooral in die periode, hebben we gemerkt, heb ik althans gemerkt, hoe geweldig veel ik aan die gesprekken had. En dat we elkaar heel goed konden aanvullen, maar vooral dat ik van Rita op mijn redeneringen hele goede kritiek kreeg. En daardoor kom je dan verder. En dat is niet alleen toen, maar dat is eigenlijk ons leven lang en ook nu nog heel belangrijk geweest voor mijn werk. Dat ik wat ik bedacht had of opgeschreven had aan Rita kon laten lezen en kon voorleggen en daar dus constructieve kritiek op kreeg. Want Rita, jij las al zijn wetenschappelijke werken. Ja, maar Dolf omgekeerd ook hoor. Niet in de periode van ouders van nu altijd, want er was geen begin aan, want dat was veel te veel, dat kon ik hem niet aandoen. Maar bijvoorbeeld wel altijd de columns voor de NRC. Ja. Altijd. Heb ik er nooit één. En dat, ook voor dat, de. Dat is nog veel later, hè? Die columns voor de NRC. Ja. Maar ook. Ik hou nu een website bij de boeken die ik geschreven heb, zodat je ze niet steeds hoeft te herzien. Maar dat nieuwe gegevens kunnen studenten nu ook op die website vinden. Nou, tot voor kort, hè? Las je alle dingen die ik daar opzette eerst vooraf, nu even niet, er zijn nu andere dingen. Maar hebben we weer altijd gedaan. En wat niet wil zeggen dat we altijd met die psychologie bezig waren hoor. Want we moeten ook niet denken dat we aan de keukentafel alleen maar zitten te praten over elkaars werk. Want maar jullie hebben elkaars werk wel toegankelijker gemaakt. Ja, dat wel. En jouw wetenschappelijke werk is misschien toegankelijker geworden door Rita? Ik ben na mijn studie, nou niet voor mijn doctoraal scriptie, die is in stijl, was die nog typisch wetenschappelijk en onleesbaar, laat ik maar zeggen. Maar later door Rita ben ik leesbaarder gaan schrijven, door haar voorbeelden, door hoe zij zelf schreef. Ja. Daar was ik van het begin af aan van onder de indruk hoe je toch vrij ingewikkelde dingen eenvoudig en voor een groot publiek begrijpelijk kon opschrijven. Ja. Vanaf de eerste artikelen in Ouders van Nu heb ik dat
bewonderd en dat is zo gebleven. Jawel, maar jij schreef altijd al heel goed. Dat weet ik ook, uit oude brieven en zo. Alleen, op een gegeven moment kom je in dat keurslijf van, als het wetenschappelijk moet, dan moet het ingewikkeld en deftig. En daar ging jij in mee. Logisch, want ja, dat hoorde nou een keer zo. Maar het is niet zo dat je van mij toegankelijk schrijven hebt geleerd, want dat kon je al. Je moest gewoon dat anderen die afleren. Ja. Maar begrijpelijk schrijven voor niet gestudeerde mensen, dat was niet een cursus die bij onze opleiding hoorde. Nee. En ik ben me later ook reusachtig gaan ergeren aan vooral onderwijspsychologen of onderwijskundigen en mensen die uit de onderwijskunde kwamen vooral en die over dat onderwijs moesten schrijven, over de veranderingen die ze daarin wilden aanbrengen, in een jargon waar ik me altijd reusachtig aan geërgerd heb. Ik heb toevallig net nog een lezing teruggevonden die ik voor het NIP gehouden heb. Dat is weer een aantal jaren later, dat is pas in 1977, dus dat was na mijn periode in Utrecht. Ja, ja. Waar ik ook weer voel wat voor irritatie ik toen had bij de systeemmensen die over het onderwijs als systeem schreven. Ik wist dat het ook anders kon en dat wist ik uit de artikelen die Rita en ook andere mensen in Ouders van Nu schreven. Want er hebben toch nogal wat psychologen aan meegewerkt aan Ouders van Nu. En dan kreeg Rita die artikelen binnen en dan ging zij ze herschrijven, althans in taal, om ze te kunnen opnemen. Er zijn nu nog bekende psychologen in Nederland die ook heel bekende publicisten zijn geworden. Je mag namen noemen. Ja. Nee, maar vooral voor Ouders van Nu, dat was heel leuk. Want daar wilde iedereen wel voor schrijven. Het was toen natuurlijk ook het enige tijdschrift. Hè? En in andere, zoals nu, daar moet ik altijd zo om lachen. Nu staat ook in de NRC staan stukken over kinderen en over kinderpsychologie. Nou, dat was ondenkbaar in de jaren 70. Dat ze zich zouden verlagen tot het schrijven over kinderen of over opvoeding of over ouders. Dat bestond helemaal niet. Ja. En eigenlijk ook in de vrouwentijdschriften stond heel weinig. Ze hadden wel allemaal een rubriek opvoeding, maar dat was het dan ook. Terwijl nu, je wordt werkelijk ondergedompeld overal in artikelen daarover. Maar de voorouders van nu vonden dus, iedereen wilde meedoen, alleen niet iedereen kon schrijven. Dus dat is wat Dolf bedoelt, dan kwam er een totaal onleesbaar stuk en dat was heel leuk. Ik vond het heel leuk werk ook om het te herschrijven totdat dat mensen het konden begrijpen. Ja. Dus dat was leuk werk. Bij psychologie was het natuurlijk anders. Maar vooral... Ouders van U had natuurlijk een enorm grote oplage. Ja. Ik geloof, wat was het in zijn topjaar? Toch 120.000 of zo? 150 of zo. Ja. In welke periode hebben we het dan over? Eind jaren 70. Uh-huh. Ja, toen was het echt op zijn hoogtepunt. Ja. En het werd nog steeds door Zomer en Koning uitgegeven? Nee, het zit nu in die grote trog Sanoma. Ja, ja. En ik heb er ook, het is ook erg veranderd. En ik ben natuurlijk al heel lang weg, ik ben in 85 weggegaan. Dus, ja. Was er een redactiebeleid op het gebied van hoe je over onderwijs schrijft of over bepaalde aspecten uit de opvoeding? Hoe ging dat dan? Omdat Dolf net zei van die onderwijskundigen waar u zich zo aan ergerde. Nou, over onderwijs schreven we wel. En misschien dat je ook nog herinnert. We hebben op een gegeven moment het tijdschrift School opgericht. Mm-hmm. En dat was
gedeeltelijk over de ontwikkelingspsychologie van kinderen in de schoolleeftijd. Maar ook veel over scholen en over onderwijs. Maar ook weer op eenzelfde toegankelijke manier. En dat heeft... dat heeft 3 jaar, meen ik, bestaan. Maar dat was... Wij hadden toen de hoop dat ouders van nu... Dat had een grote doorstroming. Want op een gegeven moment wisten mensen het natuurlijk wel niet. Kinderen werden groter. En ja, het aantal onderwerpen waar je over kan schrijven is niet oneindig. Dus als ze 5 jaargangen in de kast hadden staan... Dan weten we het wel... En dat ze dan zouden overstappen op school, omdat dat over de hele tot en met de adolescentie dan ging. Ja. Maar dat deden ze niet. Ja. Nee. In verband met de tijd ook. Je stipte net al Sesamstraat aan. Jullie zijn toch verantwoordelijk voor het... Ik niet. Helemaal niks mee. Kun je daar iets over vertellen wat jou ertoe bewogen heeft om Sesamstraat naar Nederland te halen? Ik had dus in Amsterdam een ontwikkelingspsychologisch onderwerp voor mijn doctoraal scriptie gekozen. Bij Rita Vuik. Dat was heel goed gegaan. En Karel van Pereren, en ik had daar dus... Ja, Karel van Pereren die was toen redacteur van Acta Psychologica... En die stimuleerde me om er over dat doctoraal werkstuk en de resultaten van die experimenten. En die waren gericht tegen de theorie en de onderwijs de onderzoeken van Piaget en zijn medewerkers. Om daar een artikel over te schrijven voor Acta Psychologica. En dat moest in het Engels. Nou, dat was natuurlijk een zware opgave voor mij om dat te doen. Maar dat met hulp van goede vertalers heb ik dat tenslotte toch kunnen doen. En dat is later het begin geworden van mijn proefschrift. Maar toen zat ik al in Utrecht. Maar de belangstelling voor kinderpsychologisch onderzoek. En vooral, ik zag net boven staan, het ligt hier het boekje. Kinderen kunnen meer heette dat. En dat is een vertaling van een Amerikaanse journaliste was ze eigenlijk, Maya Pines. Mm-hmm. Geen psycholoog, maar... En die besprak daar in dat boekje allerlei Amerikaanse onderzoeken, waaruit Amerikaanse kinderpsychologische onderzoeken, waaruit bleek wat je met jonge kinderen bereiken kon, ook in het cognitieve vlak van de taalontwikkeling en dan ook gericht op kinderen uit achterstands buurten, hè, zoals die er zeker in die tijd in Amerika nog ontzettend veel waren. Maar is Sesamstraat, jouw belangstelling voor Sesamstraat, niet juist voortgekomen uit je compensatieprogramma's die je opgezet had hier in Nederland voor Nederlandse achterstandskinderen. Ja. Daar was dat eigenlijk. En in dat kader las je natuurlijk ook dat boekje van Maya Pines. En die hele stroom compensatieachtige programma's waar je mee bezig bent geweest. Ja. Hè, waaronder de proefcrash en dat ik heb mijn taalpak aan en noem maar op. Dat vind ik wel dat je dat naar voren moet brengen, omdat dat echt een omslag is geweest na het Piaget-onderzoek, wat heel theoretisch was, en dat jij op een gegeven moment, zoals wel meer mensen, gewoon meer maatschappelijk geëngageerd
werk wilde gaan doen en niet dat pure... Bijna meer de dominee. Ja, bijna weer terug bij de dominee, jawel. Ja, maar dan moet ik even toch een stap terug, want we gaan toch een beetje te snel. Maar dat moet ook. Ja, dat begrijp ik. Nee, het duurt te lang, dat begrijp ik. Maar kijk, toen ik hier in Amsterdam was afgestudeerd, dan kom ik een beetje terug op hoe kom je aan een baan, zou ik maar zeggen, dat dat zo op toeval vaak berust. Hè? Die keuzes die je maakt, ja, dat je dingen worden aangereikt waar je eerst helemaal niet aan gedacht had. Ik weet dat ik afstudeerde dus, en dat was vrij goed, met cum laude hier, toen nog wel. En dat ik toen gesolliciteerd, dat ik helemaal niet wist wat ik eigenlijk daarmee zou gaan doen met die psychologie. En toen, ik had een stage gelopen in Arnhem bij de bedrijfspsychologische afdeling van Hoesel, was een bedrijfspsycholoog was dat, een hoogleraar ook, ik meen in Twente, maar dat weet ik niet zeker of dat toen of toen. Maar hij kwam, enfin, dat was een bedrijfspsychologische stage bij de, wat toen nog de AQ heette, nu AXO. En als onderwerp voor die stage had ik gekozen, als onderzoek ook in die afdeling, was gekozen de begrijpelijkheid van de bekendmakingen die voor het gewone productiepersoneel, dus voor de arbeiders van de fabrieken, de kunstzijdefabrieken in Arnhem en omgeving, op het mededelingenbord werden gehangen. In welke taal was dat wel begrijpelijk voor de arbeiders? En dat heb ik toen onderzocht met behulp van meer keuze, vragen, wat ze van die mededelingen begrepen. Nou, dat bleek dus ontzettend weinig te zijn. De taal waarin die mededelingen beschreven waren door die kantoormensen, die waren zo ambtelijk en technisch opgesteld dat als ik die voorlegde aan groepen arbeiders van de lopende band, dat doe je in autofabrieken en zo en in, maar bij de spinners die de hele dag maar die garen stonden te spinnen en op te winden. En die bakten dus niets van die toch heel simpele vragen die ik stelde over die mededelingen, over de arbeidsvoorwaarden, over de vakantieregelingen, over de, nou noem maar op, allemaal ambten. Dat was weer zoiets van, de kinderen begrijpen van de dingen die hen worden voorgelegd, zoals door de Piagets en medewerkers, daar begrijpen die kinderen niks van en daar kan je wat aan doen, dat kan je veranderen. En dit was al een andere belevenis van hoe er een mismatch was in communicatie door het kiezen van moeilijke taal en hoe je daaraan iets kon veranderen. Ja, ja. En door die stage bij de AQ en dat onderzoek wat ik daar deed, heb ik toen ik dat doctoraal gedaan had hier in Amsterdam, toen Nico Vrijda en Adriaan de Groot mij een functie aanboden in een heel groot onderzoek wat ze wilden gaan doen. En dat was eigenlijk, Adriaan de Groot was toen met Newell en Simon, twee Amerikaanse denkpsychologen, bezig om te onderzoeken wat je met computers, want dit was het begin van de computers, kon simuleren aan denkprocessen, simuleren, dus na kon bootsen aan denkprocessen op die, met behulp van die nieuwe instrumenten die, waar je in het denken, de denkpsychologie ook, in kon. Wat ook erg te maken had met de opkomst van de cognitieve psychologie. Ja, dat is een beetje kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie. En ze wilden daar een groot project over opzetten, hadden geloof ik de subsidieaanvraag al klaar liggen. En toen ik dus dat doctoraal examen zo goed gedaan had, en zij hadden geloof ik ook die scriptie gelezen,
toen werd mij gevraagd of ik niet assistent wilde blijven, dus in Amsterdam een assistent wilde worden in dat nieuwe project. Toen waren er twee dingen die mij daarvan weerhielden. Het eerste was dat ik bang was, en dat was waarschijnlijk heel terecht, dat dat te moeilijk voor mij zou zijn. Ja, want ik zag het toch als een soort programmeren wat daar gedaan moest worden. Te technisch, te abstract. Dat ik dat gewoon met mijn verstand niet zou aankunnen. En daar reusachtig hard aan zou moeten werken. Dat was wat me daarvan weerhield. Het andere was dat ik bij het lezen van de boeken voor het tentamen bij Duiker, eigenlijk als recalcitrantie, waar ik er net over verteld heb, jegens de psychologie, de benadering van de psychologie door Adriaan de Groot, het boek was gaan lezen van de Nijmeegse hoogleraar Strasser, Fenomenologie en Empirische Menskunde. Ik heb daar toevallig net weer, omdat Jan-Dirk Immelman in Groningen daar een hoofdstuk over aan het schrijven is, voor dat boek Grondleggers van de Pedagogiek. Ja, en dat hoofdstuk van hem heb ik net grondig gelezen, ook om er wat bij te kunnen helpen, voor zover als ik dingen niet begreep of zo. Maar ik heb het net gelezen en toen ik het las kwam dat weer helemaal terug, waarom ik dat boek gekozen had voor dat doctoraal examen. En dat was uit mijn oppositie tegen het hele denken achter de methodologie waar ik net iets over gezegd heb. Als ik iets weet, kan ik iets voorspellen. Als ik niets voorspellen kan, dan weet ik niets. En dat wat daarbij hing. En natuurlijk de hele theorie over hoe je empirisch onderzoek moest opzetten. Wat je aan voorspellingen zou moeten kunnen doen. En die dan hypotheses die je op die manier kon bevestigd krijgen of niet. En in dat lezen van het boek van Strasser, dus dat fenomenologische menskunde, empirisch-fenomenologische menskunde, dat sprak mij reusachtig aan. Dus dat kwam erbij dat ik dacht, ik moet hier niet te veel in dit nest blijven hangen, want dat hoort niet bij mij. En dat heb je ook niet gedaan. En dus nee, maar het eerste wat ik toen gedaan heb, heel merkwaardig gesprongen, maar door die stage in, dat ik ben gaan solliciteren hier bij Berenschot. Omdat ik dacht, ik kan in die hoek wel iets doen. Vanwege de tijd maken we een abrupt einde aan. Alle interviews eindigen we altijd met van, jullie zitten nu weer op de middelbare school, je staat aan het begin, je gaat studeren. Zou het weer psychologie worden, ja of nee? Als ik zou gaan studeren en ik wist wat ik nu wist, zou ik dat doen. Wij hebben, kort geleden hebben wij aan een kleindochter van ons afgeraden om psychologie te gaan studeren. Foei. En omdat ik dacht, daar komen er veel te veel van en er is straks geen werk meer voor. Dus we hebben het er erg afgeraden. En maar toen ik hoorde dat ze erg veel plezier heeft. Toen kwam ze hier in de decentrale selectie terecht. En toen hebben we er toch geholpen met de voorbereiding om door die decentrale selectie te komen. Dat is heel goed gelukt. En nu heeft ze ontzettend goed bachelor's gehaald. En heeft nu gekozen voor arbeids- en organisatiepsychologie. En daar kunnen we helemaal achter staan. En jij, Rita, zou... Nee. Je bent heel duidelijk, je zou geen psychologie studeren. Geschiedenis toch, misschien toch? Toch oorlogscorrespondent worden. Oké. In Syrië. Nou ja, het is heel moeilijk voor te stellen. Kijk, als ik nu op de middelbare school zat, had ik veel meer keuzemogelijkheden. Hè? Want nogmaals, toen kon je met de ABS niet zoveel doen. Als ik nu... Nee, dat is ook geschiedenis. Ja. Oké. Hartstikke bedankt. Ja, we kunnen natuurlijk nog veel langer blijven doorpraten, maar bedankt. Het is op. Over de Sesamstraat ben ik net uitvoerig geïnterviewd. Door een student hier van de Universiteit van Amsterdam, die hier bij media, journalistiek media of zo heet dat, aan het afstuderen is. En die heeft voor
die had voor zijn bachelor thesis had hij de Stratenmaker op Zee show. Mijn favoriete programma voor. Genomen, ja. En nu voor zijn master thesis heeft hij Sesamstraat genomen. Ja, ja. En daar kwam hij me heel uitvoerig over interviewen. Maar het is wel grappig dat nu in dit gesprek helemaal niet aan bod gekomen zijn de dingen die volgens mij veel belangrijker zijn geweest dan andere dingen. Ja. Namelijk die compensatieprogramma's. Ja. Hè, dat taalprogramma in Utrecht, want dat wordt wel eens vergeten. Ze zijn kort aangestipt, maar ja ik ben ja, maar het wordt wel eens vergeten dat het toen in Utrecht achterstandswijken mm-hmm. waren. Van kinderen die zo spraken dat Dolf ze niet kon verstaan. Wordt dat... Gewone Nederlandse gewone kinderen. Gewone Nederlandse kinderen was dat. Ja, geen gaat al die aandacht naar allochtone problematiek. Ja. Maar nog niet zo lang geleden was er een autochtone achterstand. Ja. Ja. Dat is helemaal weg. Ja. Ja, behalve dus een enkele niche nog. Ja. Maar dat nog zo kort geleden is. Ja. En dat die programma's, dat taalprogramma in Utrecht, dat was echt heel bijzonder. En dan hier natuurlijk de proefcrash. Ja. Waar die achterstandse kinderen vergeleken werden met kinderen uit hoger opgeleide milieus. En wat je er allemaal aan kon doen met een heel intensief begeleiding en stimuleringsprogramma's. Dat was dus ook dat hele praktische. En dat vind ik een beetje jammer dat het niet naar voren is gekomen. Maar dat maakt ook niet. Misschien kunnen we dat betreft verwijzen naar het autobiografische essay. Ja, daar staat het natuurlijk wel uitgebreid. Daar staat het uit. De website op ADNG staat. Dat vind ik eigenlijk een prachtig verhaal namelijk. Ja, dat is heel...